Goedemorgen, het is woensdag 2 augustus en sowieso om 5 uur bij mij. En dan rijden we naar Schiphol. Dan gaan we voor So Parfum gaan we naar een event in Londen. Echt super, super leuk. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Het valt mee hoe moe ik ben qua hoe ik me voel. Ik moet alleen heel de tijd gapen. Dus ik heb eventjes een bakje koffie gezet om even een beetje wakker te worden. Ik heb wel een beetje mijn make-up gedaan. Want als we er aankomen worden we opgehaald. Dan gaan we eigenlijk gelijk door. De kamer is pas om 3 uur klaar. Dus ja, we hebben niet echt heel veel tijd om iets aan onszelf te doen. Ik ga alleen nog even een klein beetje stelten door mijn haar heen gooien. Dan ga ik mijn outfit aantrekken. En dan, ja, we vliegen. Ik denk dat ik helemaal ready ben om te gaan. Dit is wat ik aantrek om te vliegen. Deze blazer van Rogers. Met een simpel wit shirtje. En ik heb nu nog eventjes een sportlegging aan. Maar ik heb in mijn tasje heb ik een spijkerbroek zitten, zodat als we bij het hotel komen dat ik die gelijk kan wisselen. En ik heb mijn New Balance, want ik denk dat we vandaag overdag veel gaan lopen. En die zitten echt heel erg lekker. Ik twijfel of ik dus nog een trui moet meenemen. Dus ik denk dat ik deze gewoon eventjes voor de zekerheid meeneem. Anders kan ik hem altijd zo meteen in de auto laten liggen. Het is nu 4:06. Ik denk dat het weer elk moment kan zijn. En dan gaan we richting Schiphol. Hallo! We zijn op Schiphol. Het is laat. Dat hebben we snel gedaan. Het is 5:30. Oh, nou, dat is wel wat verveeld. We hebben de auto bij Park Valley, heet dit, neergezet. Ja. Okay. Het is nog maar 5 minuten lopen naar Park Valley. Wat is Park Valley? Hoe heet het dan? Valley Parking. 524, onthouden. We wilden echt een broodje, maar dat was echt dicht. Ja, dus nemen we een McDonald's. Jonah Juice is dicht. Ja. Legal reason. Die gaat pas om 8:00 open. Het is nu 6:30. En dan zit jij bent slim. Je hebt no pickles gedaan. No pickles. En een cheeseburger. Oh, dat wilde ik ook wel even. We hebben nuggets om te sharen. En happy. Because we're really happy. Happy, happy, happy. That we're going to London. Oh, een groot flesje voor net van het kindermenu. Ja. We zijn er doorheen. We zijn geland in London. London baby. En we moeten nu nog even op onze koffers wachten. En dan staat de tas waarvoor ik heel bang voor ben. Ja, ik ben ook heel bang. En dan gaan we ja, dat denk ik ook. En dan worden we om 8:55, het is nu 8:10. Zo'n 40 minuutjes worden we opgehaald en worden we naar het hotel gebracht als het goed is. Wat wil jij? Cola. We nemen de beer. We hebben de taxi. Wat gaan we delen? Nee. Je wilt die beertjes, hè? Hier, stik in je beertjes. We hebben de taxi gevonden, daar zitten we nu in. Ik denk dat het nog. Nou, ik kan wel doen alsof ik het zie, maar ik zie het. 10 minuten. Nog 10 minuten naar het hotel. En dan worden we als het goed is daar opgehaald om te beginnen met de activiteiten. Lekker in de rain. English rain. English rain. Ja, kijk jongens, het lijkt echt als je hier rijdt. Het lijkt er gewoon op Nederland, alsof je in Nederland rijdt. We zijn aangekomen in het hotel. En worden als zo meteen. Zo, als het goed is, worden we zo meteen opgehaald door Cindy. En dan gaan we beginnen met de activiteiten. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Dit is het hotel. Ik ga echt een blaar krijgen. Dan moeten we even langs de drugstore. Yeah. Dit is het hotel waar we in zitten. Het is echt best wel dicht bij het centrum, volgens mij, waar we blijven. Nu even wachten. We zijn een beetje rondjes aan het lopen. En overal een beetje fotootjes maken. Ja, we moeten even deze straat onthouden. Dan kunnen we hier een keer terugkomen. Ja, het zit bij de Liberty. Dat is de winkel Liberty. Oh, ja. Hele leuke bloemetje. Ik denk dat we straks wel even iets gaan nuttigen qua eten. Ja, ik heb ook wel een beetje honger. Cindy zei tegen me van als jullie honger hebben, moeten jullie iets zeggen. Want ik heb helemaal geen rekening gehouden met jullie ontbijt. Ja. That's nice. Dat wel niet. Kijk, we zijn met allemaal andere meiden uit heel de wereld. Heel de wereld. Cyprus en Servië. Ja. Yeah. India. En yeah. You? China. En Den Haag. Den Haag. Niks?
Nee, bowlen. Ja, we gaan bowlen. Dat bedoel ik. Chillemaan, hè? Is genoeg liggen hier. Wij zitten bij L&M. En we gaan nu lekker lunchen, want we hebben echt heel veel trek. We zijn net deze bowlen. En we hebben nu drinken besteld. We gaan nu lekker eten. En dan gaan we daarna terug naar het hotel. Daar is de ster. Hij zit hier met 9 meiden die allemaal hangry zijn. Allemaal moe en honger. Zo, wij hebben zwaarste nachten. Ja, inderdaad. Zij zijn gewoon geslapen. Ja. En ontbeten. Ja, wij ook. McDonald's. Maar dat was om 6 uur. En zij hebben gewoon lekker ontbeten. Nog om 10 uur of zo. We vinden ons wel mooi. Eten gekregen. Ik heb lekker pasta met schuffel. En zo heeft een burger, maar we delen het samen. Ik ben lekker met z'n allen. Ik wil niet dat mijn onderkin erop zit als ik ga eten. Dit is heel lekker, jongens. Ja, is die lekker? Ik hoop er al op. Of hebben we gewoon honger? Nee, ik wil echt lekker. Oh, het is pulled beef. Wat is dat ook weer? Nou, dit. Oh, het rijstvlees. Weet je. Ja. Nog één. Hoi. Moet het op mij? Je bent een taste-test van de burger. Oh, we gaan een taste-test. Ik heb net de pasta getaste-test. Thank you. Ik vind het echt vreselijk, maar ik denk dat jij het wel lekker vindt. Ja? Ik hou niet van draadjesvlees. En dit is draadjesvlees. We zijn in het hotel, of in de hotelkamer aangekomen. Het is pretty fine. Het licht is alleen niet. Kijk, zo hier ligt al lekker. Fleur helpt mij herinneren dat als we dadelijk zijn klaargemaakt, dat we even die TikTok maken. Ja, dat gaan we opnemen. We hebben hier de badkamer. En hier het bed is verder heel klein, maar prima. Mag je lekker tegen me aankruipen vannacht. Oh, we hebben dus net een goodie bag gekregen, dus die ga ik even laten zien. Unboxing! Kijk, dit is dus het parfummerk dingetje waar we mee zijn. Zo. Soort Provence of zoiets spreek je zich. Ja, echt! Dat is echt zo! Wat zeg je nou? Wat zei je? Niet kijken, wat zei je? Jij werkt met dit merk. Hoe noem je dit? Provence. Fragrance. Dat is parfum in het Engels. Fragrance. Ik ga stuk maar. Provence? Zo, Provence. Maar we zijn dus vanavond uitgenodigd, of daar gaan we dus heen. Eerst een cocktail drinken en dus daarna gaan we naar de Barbie film. En daarna gaan we dus uit eten bij het Italiaan. Kijk hoor. Ik ben aan het filmen. Kijk, dit is ons ticket to the Barbie. Oh, mijn onderkant van mijn broek is gewoon nat. In the cute tote bag on your bed, there is a selection of irresistible. Ja, we gaan kijken. Ja, flirting, laat maar. Oh, dit is handig. Dit is zo'n haarbandje voor je make-up te doen. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Dat gebruik ik denk wel. Oh. Je gaat ook automatisch Engels praten, omdat je de hele dag Engels aan praten. Ja, je moet echt best wel switchen. Oh, er zit best wel in. Er zit een haarclip in. Oh, dat is leuk. Voor ons alle kleur. Alle kleur. Hij is best leuk. Ja. Pink. Aesthetically pleasing, you know. Even kijken. Dan zit er
Ja, dat interesseert ons niet zo veel. We interesseren ons meer in de parfum. Maar dit vind ik best bekend eruit zien. Volgens mij ken ik dit wel. Ja. Kan je ook bij Kruidvat kopen. Oh, deze heb jij altijd in je handen gehad. Ja. Zeg maar een body mist volgens mij. Of gewoon een body... Ja, oil, body... denk ik. Of niet? Bruce Parfumée. Oh, een summer mist. Een shimmer mist. Dit heeft dus ook nog... Shimmer. Shimmer mist. Zullen we deze even ruiken? Ja. Dan hebben we een body lotion. Nou, ik wil niet veel zeggen hoor, maar ik ken dit gewoon. Ja, gewoon van Kruidvat daar achter de balie. Ja. Eeuw, maar... Lekker stinkt. Naar wat? Dat weet ik niet. Ik rook opeens iets heel vies. Oh, dit is die nieuwe lijn waar ze het over had. Dit is de So Forever Love. Oh, dit is lekker. Het is een beetje zoet, maar... Oh ja, ik ruik het. Maar alles is lekker zoet. We hebben een shower cream. Een body lotion. En een body mist. Van de Forever Long. En dan de Ibiza Dreams. De body mist. That must be our thing. Oh, en twee voor op reis. De Ibiza en de Hanjo. Oh. Dat is handig. Maar hoe gaan we dit mee naar huis nemen? Want we hebben alleen maar handbagage. Ja, inderdaad. We kunnen dit niet eens meenemen. Oh. Dat is echt gemeen. Dat is echt zo. Graag maar... ons het opsturen. Ja, of... Misschien kan Ada het meenemen. Ik denk dat ze ook al mijn handbagage heeft. Op de heenweg moesten ook onze dingen in de grote ding. In de ruimbagage. Dat is waar. Ja, moeten we anders... proberen het gewoon. We gaan het vanavond wel even zeggen van hoe moeten we dit doen. Anders geven we het weg of zo aan iemand. Ja. Adenol. Heb ik precies hetzelfde? Ja, hetzelfde. Of misschien andere shirtjes? Nee, denk ik wel hetzelfde. Oké, nou, we gaan nu nog even chillen. En dan daarna klaarmaken. We worden om 4:15 hier opgehaald. En dan gaan we dus eerst cocktails drinken, dan ja, een film kijken en dan... Volgens mij is het 4:15. dus we hebben 1.5 uur. Ja. Oeh, dat is quick. We wilden onze telefoon opladen en even lekker chillen. Maar je hebt in Londen andere stopcontacten! Dus dit isn't fitting. Hebben we niet zo'n telefoon voor de receptie? Hallo. Ik even bellen. Misschien staat het op het... Hier. Oh nee, dat is de föhn. Daar ligt wel een kaartje waar die... Nee, normaal heb je gewoon zo'n... Ja, zo'n... van het hotel. Maar goed, het is ook niet echt een heel goed hotel. We zitten alleen maar te... Tenminste, ik zit alleen maar te klagen. Maar ik kom gewoon dat ik moe ben. Ik ben heel dankbaar hoor, voor dit weekend. Dat wel. Maar ik had wel graag gewild dat het rode stoppeltapt was. Want het regent ook buiten. Ja. Ik heb allemaal plekken op mijn gezicht. Heb ik dat niet echt ook. Nee? Op een rode neus en hier. Ja, je puntje van je neus is wel een beetje rood. Wat zeg jij? Deze? Oh, die vind ik wel leuk. Of, ja, dit is ook met goud. Nee, die andere wel. Wij hebben onszelf... Dit licht hier is echt nergens op. Even kijken of ik jullie hier misschien hier kan zetten. Wij hebben onszelf klaargemaakt om naar de film te gaan. Op camera ziet mijn make-up er echt heel raar uit. Ik hoop niet dat het niet echt ook zo is. Anders is dit daar toch donker. Maar... Ja? Nou, ik ga eventjes mijn outfit in de spiegel laten zien. We gaan dus naar de Barbie film. Dat wisten wij dus niet. Maar het thema was dus wel roze met glitter. Dus ergens hadden we het kunnen weten. Maar je ziet het hier niet heel goed. Hier denk ik. Ja, dit is beter. Deze blazer aan van Alex. Een zwart jurkje van Gina Tricot. En dan deze glitterhakken van de Zara. Met mijn roze smiley oorbellen van Tar Willeby. Willeby. Dit zilveren tasje erbij. Ook van de Zara. We worden zo meteen hier opgehaald met de taxi. En dan gaan we dus eerst cocktails drinken. En in datzelfde gebouw gaan we ook de film bekijken. Die film duurt 2 uur en dan daarna gaan we met het groepje, zeg maar met wie we hier zijn, gaan we naar een Italiano daar avond eten. Want naar die film komen dus ook nog heel veel anderen, maar wij gaan vanavond gewoon met hoeveel zijn we? Met 8? 9? 8 of 9, ja, zo. 8 of 9 gaan we vanavond bij de Italiano eten. Dus dat is ook heel goed. Nee, meer nog. 11. Want die oh ja, daar komen er nog 2 bij. Yes. Zo, je hebt ook lekker glitter en pink aan. Yes. We matchen wel qua kleuren. Ja, allebei dezelfde kleur roze en...
Mijn hakken zijn dezelfde kleur, een soort van zilver als jouw jurk. Ja, dat is mijn jurk. Ja, we moeten echt even een matching foto. Yes, yes. Nou, gelukkig maakt iedereen hier heel de dag door foto's. Dus dat gaat best goed. Dat is echt niet normaal, jongens. Ik dacht soms dat ik veel foto's maakte en vervelend was, ja, maar... we zijn echt niet heftig nee. Wat betreft. Mensen die wilden... Nou ja, maakt ook niet uit. Ook zo, maar gewoon bij elk stapje die ze zetten willen ze gefilmd worden op foto's. En wij wilden alleen maar eten. Ja, wij ja. Oh, dit vind ik ook leuk. Oh, je hebt ook roze steenhaagjes. Ja. Zelfde kleur als je handen. Show me your outfit. Sarah, most wanted? Deze Sarah, dit onderjurkje is most wanted. Deze hakjes zijn van Naked. En ik denk dat ik dit tasje erbij doe, want ik heb niet echt een andere optie. Ja, die is toch leuk. Die is van Magé en mijn oorbellen zijn van de Bershka. We zijn nu bij de cocktailparty. Alleen, er zijn niet echt cocktails. Maar er is wel... Waar is de borst? Zo, mijn make-up zit zo vrij. Ik heb ook weer. Zo meteen de barbecue kijken. Ik kan het even laten zien. Hier hebben we dus helemaal zo'n zoutje. En daar kun je een prosecco pakken. Hier heb je de body mist van zo. Hier heb je een beamer. En we zijn nu volgens mij aan het wachten tot de film gaat beginnen. Klaar om de barbecue te kijken. En we hebben dus ook een goodie bag again gekregen. The seats are like... You can like... Oh. Oh my god. Je kunt dus naar achter zo schuiven. Ja, we moeten wel tegenhouden. It's cool. Oh, I'm so sorry. Sorry, thank you. Kijk even hoe schattig dit koekje. Er is één plekje hier. Misschien is er iemand in zijn. Kijk, zo is dat merk waar we hier mee zijn. Met een barbietje. Oh, maar misschien kunnen die bloemetje hier. Milky Way. Dit is voor in bad. Eh? Badmelk. Ik weet niet wat het is, maar maakt niet uit. Dan hebben we weer een mini zo. Die ga ik even opsprayen, want ik stink. Wat smaakt dit? Ik heb weer hetzelfde. Oeh, parfumetje. Hier de parfum. From there. Oh, dat is vals. Oh, wat is dit? Oh, dit is een haarmasker. Kijk hoe schattig. Het is heel schattig. Ik zit helemaal niet op te leggen. Nee, geeft niet. En body mist. Very, very cute. Oh, I love them. Wise, sassy and bold. Too sweet and kind. We found one of these people from Hollywood. She was an identical ravioli. Did you? A boy that broke my heart. It is. Donderdagochtend. En dit beeld is heel raar. Weer aan het flikkeren. Maar het is 9 uur. En we werden gewekt door het brandalarm. En onze vlucht ingecanceld. Maar we hebben wel nieuwe. Gelukkig maar een uurtje later. Dus niet heel drastisch. We vliegen nu om 3:30 naar huis. En dan landen we in Nederland om 6:15. Ik ga ze even klaarmaken en dan gaan we straks even ontbijten. Fotootje maken. Het is vandaag gelukkig wel droog, dus misschien kunnen we ook even een groentje lopen of zo. Mm. Ik denk eigenlijk, als we onze eigen vlucht hadden gehad, werden we rond 12:30 opgehaald door de taxi. Dus ik denk dat we nu rond 12:30 worden opgehaald. Een uurtje later. En dan zijn we aan het klaarmaken om weg te gaan. We gaan even ergens... lekker wat ontbijten. Dan gaan we... naar de Colossé. Naar de Colossé. En dan gaan we... even een foto's maken. Ik heb deze top aan van de Zara. Ik vind het gewoon leuk met dat paarse tasje erbij. En gewoon die spijkerbroek. Ik ga ze ook weer aan. En dan voor buiten doe ik heel even deze blazer eroverheen. Die matcht niet helemaal, maar... maakt niet uit. En we hebben dus geen... tussenstukje. Want in Londen heb je natuurlijk andere stopcontacten. Dus ik kan ook mijn haar niet stijlen. En er is, zoals je ziet, hier gisteren een druppel gevallen op mijn hoofd. Maar goed, ik weet niet uit. We gaan toch naar huis. Dus eigenlijk maakt het me ook weer niet heel erg veel uit. Wij zijn net lekker
ergens wat gaan eten bij Joe & Juice. En we zijn naar de Clocher-winkel geweest. En we zitten nu te wachten op onze taxi om naar huis te gaan. Eindelijk. Wel een leuke stad, Londen. Ja, Londen echt love it. Ik wil echt een keertje terugkomen. Ja. En dan, langer de tijd hebben voor onze eigen dingen. Ja, gewoon ons eigen plan trekken. Ik ben weer lekker thuis. Het was echt heel erg leuk. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad met Zoe samen. Het voelde echt alsof we er oprecht een week waren. Maar ik vond het gewoon echt heel erg leuk. Leuke ervaring, leuke mensen ontmoet. Ja, het was gewoon heel erg grappig om te zien. Ook bijvoorbeeld gisteren gingen we dan naar allemaal plekjes, gingen we wat fotootjes maken. En het is gewoon heel erg grappig om te zien hoe iedereen heel erg zijn eigen steltje heeft qua foto's maken en hoe iedereen het doet en iedereen eigenlijk zo anders is. Er waren mensen uit India, Cyprus, Servië, uit Engeland zelf. Dus ja, ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Vond het echt heel erg leuk. Ik hoop dat deze vlog ook nog een beetje leuk is geworden. Vandaag heb ik volgens mij echt een stuk minder gefilmd. Maar we waren gewoon moe, kapot. We hadden echt een hectische ochtend. Nou, onze telefoon was gewoon... We hebben nog bij Joe & Juice gezeten om onze telefoon op te laden. Want die was bijna leeg. Powerbank was bijna leeg. En we hadden natuurlijk niet zo'n stekkertje voor Londen meegenomen. Super dom. Maar helemaal niet over nagedacht. En ja, eigenlijk werden we om 12 uur opgehaald door de taxi om weer naar het vliegveld te gaan. Dus ik ben ook echt best wel moe, omdat het gewoon twee lange dagen waren. Maar ik heb het wel echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik hoop dat deze vlog een beetje leuk is geworden en dat jullie hem ook leuk vonden. En maandag vliegen Zoe en ik naar Kopenhagen. Dus daar ga ik ook weer een aparte vlog van maken. Dus ik hoop dat jullie daar ook heel erg veel zin in hebben. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!